Rijk is een absolute raspaard. Met ook alle kentekenen van een raspaard. Met andere woorden, iemand die ruikt wanneer de hindernis te hoog wordt. Hij is manisch. Dat betekent dus dat je dus hele hoge pieken kent ook. En dan ook heel diep weer de put in kan. Het is een dapperdoener. En hij kan mensen aankijken op die dapperdoenerige manier. En dan heeft hij soms meteen een lel te pakken. Ja, dus hij, die agressie die je wel in zijn omgeving ziet, die provoceert hij door die blik. Ja, hij is van trappen afgeflikkerd. Hij is van auto-ongelukken gehad. Op zee is hij in een kano ook een keer bijna versopen. Dat die allemaal, het is verschrikkelijk. Rijk houdt van avonturen, ja. En het is ook iemand die met de kop naar voren zijn ongeluk tegemoet stormt. Het is ook niet zo'n rokkenjager. Hij doet wel, weet je wel, hij is natuurlijk wel heel charmant en vrouwen vinden hem leuk. Maar hij zit liever met mannen in het café en het is echt een mannenman. Ja, hij is niet een ladykiller. God gloeide God. Rijk de Gooier, de meest gevraagde Nederlandse filmacteur van de afgelopen decennia. Komiek, 30 jaar lang, met John Kraaijkamp. Grof gebekt soms, deelt wel eens een klap uit. Maar bovenal is hij een verhalenverteller. Met het café als zijn favoriete podium. In deze aflevering van Hoge Bomen zoeken we de man achter de verhalen. Als er één ding is wat hij niet heeft, is sterrenlures. Totaal niet. Rijk krijgt ook altijd eerder... Als hij scènes buiten draait op straat met heel veel mensen en toeschouwers... dan heeft hij eerder iets van liever niet dan wel. Hey, Glimmie. Wat is er, Jopie? Er vraagt een meneer naar je in alle kroeg op de dijk. Open en bloot, iedereen weet het. Wat voor een meneer? Oh, een hele dure. Hij speelt vaak de slechterik, hè? Dat vindt hij leuk, ja. Hij heeft er meer mee. Hij zegt ook zelf, geef mij maar gewoon de villain, ja, de boef. Vindt hij interessant. Ja, hij is niet iemand voor de liefdescènes. En, hij heeft één liefdescène geloof ik gespeeld in Hoge Hakken Echte Liefde, zoals hij daar is, met Monique van der Ven. Nou ja, dan stikt hij van het lachen. Dat kan hij niet echt. Nee, die kan hij niet spelen. Nee? Dat heeft hij nooit gekund. Dan moeten ze hem ook nooit vervaren. Daar maakt hij helemaal niks van. Dat kan hij niet. Hij voelt zich ook wel een beetje aangetrokken tot de penose, hè? Ja. Ja, dat vindt hij interessant. Dat vindt hij spannend. Randfiguren. Randfiguren, niet echt hele zware criminelen, maar toch wel... ik geloof ook dat hij dat ook het liefst wil spelen. Naast SS'ers, nazi-types. Vindt hij een inbreker, hè? Vindt hij ook een professionele inbreker, vindt hij leuk. Laat hem op! Laat hem op! Klaar op, Willem! Klaar! Ik wil helemaal niet bij de acteurs horen. Hij is ook van natuur ook geen echte acteur. Hij haat ook dat ontzettende praten van een acteur. Dat vindt hij vreselijk. Maar het is wel een heel goed acteur. Als ik boven op de toren kom, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude Graagie, het Vreeburg en Wijkzee. Ja, dan springt mijn hartje open, ik ben trots, badaki. De ouders van Rijk de Gooier wonen in een oud huis in de binnenstad van Utrecht. Rijk wordt er in 1925 geboren, de helft van een tweeling. Mijn vader was vreselijk trots dat er ineens een tweeling kwam.
En er was geen wieg voor. Die wieg werd ieder jaar voor ons opgeknapt. En daar kwamen we allemaal in. Werd die helemaal schoon, schone strik, schone gordijnen. En toen moest er een wieg geleend worden van iemand. Want die tweeling... Wij moesten de tweeling altijd de fles geven. En die dronken een beetje langzaam. Dat was natuurlijk heel gemeen wat we deden. Dan namen we zelf een slok uit die fles en dachten we, dan gaat het een beetje vlugger. Maar daar hebben ze niks van overgehouden, hoor. Rijk zegt wel eens, mijn oudere zussen... Die waren heel streng voor ja, me. Ja, maar Rijk moet je met een korreltje zand nemen... want die verzint de helft meestal erbij. Ja, hij zei, ik werd hardhandig door ze opgevoed. Nou, we hebben Rijk niet opgevoed, hoor. Die heeft zichzelf al opgevoed. Rijk was erg streng opgevoed. Ja. Werd sterk opgevoed, ja. Er hing een tekst in de kamer. Het was groen met zilveren letters. Christus is het hoofd van dit gezin. De stille toehoorder bij iedere maaltijd. En nog iets, maar dat weet ik niet meer. Ze mochten zondags niks doen. Moesten twee keer naar de kerk. En later één keer. En dan moesten ze 's middags... En mochten ze... Ja, eigenlijk niks doen, wat lezen. Mijn grootvader, die ging naar Abraham Kuyper. Dan ging mijn moeder mee lopen om Abraham Kuyper te zien. De vader van Rijk is bakker. Zijn bakkerij is bekend in de wijde omgeving. De zaken gaan goed. Zo goed dat het gezin De Gooier eind jaren 30 kan verhuizen... naar een grotere woning in de wijk Tuindorp. Rijk maakt er vriendjes met wie hij rondhangt in het park. Inmiddels heeft hij ook een vriendinnetje. Nou was deze begroeiing, kun je je voorstellen, die begroeiing was er niet. Nee. Dat was open. Mm-hmm. En toen stonden we bij dat muurtje. En ik denk dat Rijk zo stond tegen de muur en ik stond met mijn rug tegen dat muurtje. En heb ze keek toch of hij me een kus. En toen was ik... Helemaal ondersteboven. Maar losgevrikt naar huis, huilend naar huis. Ik was wel heel blij. Nou ja, zo is het begonnen. Wat voor jongen was Rijk nou? Nou, hij was bijzonder. Hij was totaal anders dan alle andere jongens. Want er waren zoveel kapers op de kust. En ik vond Rijk... Ja, Die durfde alles, die was brutaal, die durfde dingen te zeggen tegen je. Van ik dacht, wat? En die andere jongens, die waren alleen maar lief en daar kon ik niet tegen. Dus ja, Rijk was echt wel voor die tijd voor mij een hele bijzondere jongen. Nou, mijn ouders, die vonden het in het begin ook niet zo leuk en die hadden natuurlijk wel over hem gehoord. Hij was toch wel een jongen die bekend was in Tuindorp. Hè? Rijk deed altijd gekke dingen. Nou, die ging dan als een soort landmeter ergens heen en zei hij tegen zo'n boer... Dan moet hier een weg doorheen komen. Maar als je ons nou wat geeft, dan kunnen wij dat wel tegenhouden. Dus die verzon ook de meest gekke dingen. En hij beweerde dat de ouderlingen bij de bioscoop stonden. Ik heb nog nooit een ouderling bij de bioscoop zien staan, hoor. Dus hij heeft dan een rijke fantasie. Rijk is 15 jaar als de oorlog uitbreekt. En hij zit intussen op de middelbare school. Het dagelijks leven thuis, op school en in de buurt gaat tamelijk ongestoord verder. Ondanks de oorlog. Na de invasie in Normandië in juni 1944 rukken de geallieerde troepen snel op naar het noorden. De bevrijding van Nederland lijkt dichtbij, maar de Duitsers bieden hardnekkig verzet. De operatie Market Garden bij Arnhem mislukt. En Nederland boven de grote rivieren gaat een lange hongerwinter tegemoet. Het schiet niet op met de bevrijding. En Rijk die zit thuis in Utrecht. En hij kijkt het met ledenogen aan. Hij verveelt zich. Hij is onrustig. En op school gooit hij er met de pet naar. En dan
maakt hij samen met zijn vriend Piet Wiersma een plan. Een levensgevaarlijk plan. Het is najaar 1944. Ja. Opeens zijn ze verdwenen, Rijk en Piet. Ja. Hoe kwam u daarachter? Dat ze niet thuis kwamen. En toen hebben we daar later, een dag of... is er een brief door de brievenbus gegooid. En dat was bericht dat ze dus met z'n tweede vandoor waren. U wist niet waar die was? Nee. En uw ouders? Ook niet. Kun je je voorstellen de consternatie? Dat een, ik zeg het maar gewoon, een paar snotneuzen. In onze ogen in die tijd snotneuzen. 3 jaar verschil is nu niks natuurlijk, maar toen was dat heel groot. Dat die zomaar zonder iets te zeggen, daar kwam het op neer, verdwijnen. En toen gingen de geruchten. Rijk en Pietje zijn de Waal overgezwommen. Wij dachten dat ze eigenlijk verdronken waren. Het was in de hongerwinter. Ik was intussen 17. Ik zei, nee, dat bestaat niet. Dat kan toch niet? Die jongens gaan dood. Hier moet het geweest zijn. Hier steken die jongens zwemmend de Waal over. Het is ijskoud. Het is oktober 1944. Er staat een hele sterke stroming. En met name Rijk was geen geoefende zwemmer. Daar aan de overkant zijn de geallieerden inmiddels. Daar is bevrijd Nederland. En de jongens die besluiten om het erop te wagen. Het lukt ze. Het eerste wat Rijk ziet als hij aan de overkant is, dat is dat huis daar, het oude veerhuis, dat toen afgebrand was. Rijk sluit zich aan bij geallieerde patrouilles die de laatste Duitse verzetshaarden moeten opruimen. Hij en Piet verliezen elkaar uit het oog. De laatste maanden van de oorlog zit Rijk in Duitsland. Onder verantwoordelijkheid van de Engelsen is zijn eenheid belast met het oppakken van SS'ers en hoge Duitse militairen. Waarom denkt u dat die jongens vertrokken zijn? Avontuur. Ja, het klinkt meteen... Wat is er als je jong bent? Hè? Dat mij overkomt niks. Hij heeft dat altijd gebracht als een avontuurlijk verhaal of zo? Of als een... Ja, en hij deed daar ook verder niet zo heel ingewikkeld over. In die zin dat hij ook bijvoorbeeld zei van... nou ja, ik zocht het avontuur. Ik had net zo goed bij de verkeerde kant terecht kunnen komen. Ja, als het de Duitsers waren geweest aan de andere kant van de Waal, had hij zich bij hen gevoegd. Ja, dat zo liet hij dat een beetje doorschemeren. Hij heeft zelf ook Himmler opgebracht. Ik weet niet of je dat al weet. Maar hij heeft... er werd gebeld waar hij werkte in Duitsland. Meteen na de oorlog. En zei ze, er is hier een man die zegt dat hij Himmler is. En zijn majoor zei, hou hem vast, we komen eraan. En zijn er naartoe gegaan. En toen was dat inderdaad Heinrich Himmler. En toen hebben ze hem meteen meegepiekeld in een jeep. De majoor reed en Rijk keek alsmaar achterom of het nog goed ging. Daar zat Himmler met zijn secretaris. Nou, zulke soort dingen heeft hij allemaal meegemaakt. Heel spannend. De tweede man van het Duitse Rijk slikt onverhoeds een zelfmoordpil onder de ogen van Britse artsen en militairen. Rijk zit op dat moment in de kamer ernaast, zo heeft hij later gezegd. Himmlers lichaam wordt op een geheime plek begraven. En Rijk is toeschouwer, zo laat hij optekenen in zijn vorig jaar verschenen biografie. In officiële Britse documenten waarin de namen van de aanwezige militairen staan vermeld, komt zijn naam overigens niet voor. Rijk maakt ook deel uit van geallieerde troepen die als eerste het concentratiekamp Bergen-Belsen bereiken en de gevangenen bevrijden. Heeft dat indruk op hem gemaakt, Bergen-Belsen? Ja, ja, natuurlijk wel. Maar hij kan daar niet vreselijk dramatisch over doen. Dat ligt niet in zijn aard. Hij doet dat met een paar woorden af. Hij zegt dan bijvoorbeeld... mogelijk. Zo, klaar. Heeft hij over gesproken. Niet echt leuk. Zo. Hij had wel ook allerlei verhalen toen hij terugkwam, hè? Jawel. Hij was in Bergen-Belsen geweest.
Nou, dat zal best. Bij de arrestatie van Himmler geweest? Dat kan. Ik bedoel, dat is zijn verhaal. En waarom zou ik eraan twijfelen? Weet ik niet. Nee, ik het niet. Maar Rijk had wel eens een beetje opgedikte verhalen. Maar om over die dingen te gaan doen, nee, dat geloof ik niet. Ik kreeg de indruk dat alles klopte wat hij zei. Ja? Ja. Dat het allemaal klopt. Dat het zo raar was wat hij meemaakte dat... dat het niet nodig was om er iets bij te verzinnen. Nee. Alleen, het gekke is dan weer als je daar een met hem over praat. Ook dat hij de hekken bij Bergen-Belsen heeft opengezet, zeg maar, zo ongeveer. Dan zeg ik bijvoorbeeld tegen hem van... Maar Rijk, dat moet toch iets met je gedaan hebben? Dat je, heb jij nou ook die lijken in stapels op elkaar zien liggen? Dat moet je toch... Nee, daar ben je aan. Daar ben je aan. Heel gek. Ja, dan gaat hij er weer overheen. En dan denk ik, ja, maar daar is toch meer over te vertellen. En ook Himmler. Nou, hij was dan niet bij die zelfmoord, maar hij kwam wel 5 minuten later binnen. Ik heb hem wel dood zien liggen. Ja, en of dat dan allemaal waar is, ik weet het niet. Maar bijvoorbeeld met de Bergen-Belsen zei hij... Weet jij dat ik Ischa Meijer bevrijd heb? Ik zei, nee, dat wist ik niet. Ja, dat heb ik. En vervolgens komt hij met een boek aan waarop staat... voor mijn vriend Rijk, die mij bevrijd heeft, Ischa Meijer. Kijk, natuurlijk herkende Ischa en Rijk herkende Ischa niet... want ze waren nog onbekend. Maar ja, hij is daar wel geweest. Ik denk dat hij sommige hele erge dingen heeft meegemaakt. Maar ik denk dat je op een gegeven moment sommige dingen op slot zit. Hij heeft dat ook nooit tegen mij verteld. En de dingen die je daar praat hij dan niet over. Dat houdt hij voor zichzelf. Toen liet hij aan iedereen hup, zijn blote buik zien... met zijn miltos eruit geschoten of zoiets. Hij heeft heel veel meegemaakt. He? En toen hadden we feestjes, ook allemaal nog zonder alcohol... in de bevrijdingstijd. En toen kwam hij ook op een van die feestjes. Ja, vond hij toch wel leuk. Maar mijn gevoelens voor Rijk waren anders geworden. Het was ineens een... Ja, voor mij toch, je had elkaar zo lang niet gezien. En zijn gevoelens voor u? Dat weet ik niet. Maar ik denk dat Rijk, die had in die tijd ook al wel zoveel vriendinnetjes... maar zo'n jong jeugdvriendinnetje, dat heeft hij denk ik toch een beetje gekoesterd. Dit zijn unieke beelden. Bijna niemand weet het, maar dit is Rijks eerste filmrol. Het is een film over het verzet in Utrecht... En Rijk speelt een verzetsman die sneuvelt als de Duitsers het illegale drukkerijtje waar hij werkt binnenvallen. Later speelt hij vooral de rol van Gestapo-officier. Ja, een beetje persiflage vind ik dat. Soldaat van Oranje. Ja, vind ik een beetje een persiflage. Ja. Hoezo? Heb je wel eens een echte Gestapo-man gezien? Die treedt zo niet op. Rijmond. Heb je ook spieren? Op je nieren! Je afspraak, nou. U vond niet al Rijkse filmrollen even leuk? Nou ja, kijk, als je een broer hebt die gesneuveld is... en Rijk gaat dan een rol spelen... als ook iemand die het verzet verraadde eigenlijk. Dat was zijn rol. Maar dat vonden wij niet zo leuk. Ik ben Louis. Ik praat en zing een liedje. Ik ben Louis, de kleine klusjesman. Na even radiomaker bij de NCRV te zijn geweest... breekt Rijk begin jaren 50 door met Utrechtse typetjes... als Louietje en Bartels. Die meneer dan lagen waar, wat dat is zo mee lagen waar. Nou, we waren dus ontzettende fans van hem, van dat programma van Mimosa. Waar hij Bartels speelde. Daar was hij heel veel beroemd van, Bartels. Goeiedag. En daar was hij heel beroemd van. Ik kan me ook vaak herinneren dat dat ook vaak bij ons thuis dan geroepen werd. Dat heb jarenlang in een heleboel Nederlandse huiskamers was dat een gevleugeld woord, denk ik. Goeiedag, Bartels.
Het grote succes komt als Rijk de Gooier in het Amsterdamse variété-circuit John Kraaikamp ontmoet. Samen vormen ze Johnny en Rijk. En die alles over de Jordaan weet. En dat is niemand minder dan de heer Bontekoe, in de wandeling genoemd oom Nelis. Oom Nelis, mag ik wel zeggen natuurlijk. Ja, als je het in de wandeling doet wel, ja. In de wandeling. Hoe lang hebben ze wel niet samengewerkt eigenlijk? Ik geloof meer dan 30 jaar, zoiets. Ongelooflijk. Rijk heeft hem ontdekt. Want hij was bassist in een café. Johnny. Kraaikamp, ja. En dat deed hij ook grappen. Deed hij Italianen daar en zo. En toen is Rijk naar hem toe gegaan. En die heeft gezegd, kun je misschien niet samen doen? Nou, meneer de Gooier. En toen is dat zo ontstaan. Meneer Bont, hoe herinnert u zich nog dat koning Willem III de Jordaan bezocht? Daar is mij niets van bekend. Het bijzondere van die twee vond ik dat ze dus heel goed samenwerkten. Dat het heel goed klopte allemaal wat ze deden. Maar dat ze geen vrienden waren. Dat zei Rijk ook tegen mij. Ja, we kunnen goed werken, maar we zijn geen vrienden. Johnny had altijd heel veel moeite met teksten. Rijk wilde de teksten een beetje minder ordinair en een beetje ontregelende teksten wilde hij hebben. Heb jij de klap daar gehoord? Ja, nee, we zaten televisie te kijken. Op een gegeven moment hoorden we een klap. Ik zeg tegen aan Jesse, het lijkt net of er iemand over een vuilnisbak valt. Toen zegt aan Jesse nog, ga mij even luisteren. Zijn we naar de deur gaan luisteren? En toen hoorden we je samen kreunen en kermen. Rijk was zoals hij was, kermen, zo grof en geestig. En in ieder geval was het zo dat Johnny soms in de sores raakte door zijn gedrag. Dat hij soms moest hij ook vreselijk drinken en dergelijke. En dat hij het echt moeilijk had in zijn leven. Eigenlijk had Rijk dat nooit. Die had het nooit zo moeilijk. Als hij iemand voor zijn hersens geslagen had, dan werd dat weer op de een of andere manier bijgelegd. Of afgedronken. Het gekke is dat Johnny Kraaikamp bijvoorbeeld, die bewaakt altijd zijn rol, dat hij altijd een beetje een goede gesul moet zijn. Omdat hij bang is dat hij anders de sympathie van het publiek verliest. En Rijk heeft daar dus nooit moeite mee gehad om zich door middel van rollen gehaat te maken bij het volk. Was jij die idioot die vuilnisbak had buiten laten staan? Dan lig ik nou met een beenfractuur, dat is jouw schuld. Ja, nee, maar ik ben je tegengekomen om je natuurlijk op te vrolijken. Geef hier, blijf van het fruit af. Oh, mijn been! Oh, ik heb denk aan je been. Wat is dat voor been? Begin jaren 70 koopt Rijk de Gooier een boerderij in Giethoorn. Hij zet daarmee een trend. Ook schrijver Herman Pieter de Boer komt naar het Overijsselse dorp. En anderen volgen. Een hele Amsterdamse kunstenaarskolonie strijkt neer in Giethoorn. Zoals Connie Meslier en haar man, de schrijver Eelke de Jong. En striptekenaar Peter van Straten. Hoe was de verhouding tussen de Amsterdammers en de Gietersen? Hartstikke leuk. Die Gietersen zijn leuke mensen. Avontuurlijke mensen ook. En die vonden ons raar, maar ook wel weer leuk. Dus dat ging allemaal goed. En Rijk ook, hoor. Die viel goed met de buren. En alle kinderen mochten in zijn zwembad zwemmen. En dat was allemaal heel leuk. Het waren echt tropenjaren. Hoezo? Ja, het liep altijd uit de hand. Het werd diep in de nacht. De volgende dag een kater. En dan moesten we toch aan het werk. Rijk was echt een spil, ja. Ja, die voegde ons samen. Ik bedoel, onderling kwamen we ook wel bij elkaar. En de vrouwen ook wel. En we kwamen wel bij elkaar in Giethoorn. Maar Rijk was absoluut de spil. Ja. Rijk kan niet alleen. Nee, hij moet gezelschap hebben. En als hij in Giethoorn was en echt, zoals dat heet, beertje is moe gespeeld, dan was hij ook vrij knorrig. Dan was het niet de vrolijke Frans.
Dan was hij vrij, ja, stuurs en narig. Dan moest je er weer flink wat drang in. Dan wilde hij weer een beetje ontdooien. We waren 15 of zoiets. Ja, we zaten in Giethoorn, toen we er allebei woonden. Zaten we vaak bij elkaar en toen ontstond het idee om een liedje te maken. Ik was toen al lang liedjeschrijver. En we hadden het over liefdes van vroeger. En toen hebben we Nelly van de Heuvel bedacht. En later bleek dat er van hem stoelde dan op het meisje dat hij echt kende. Want ik wou je nog niet kwijt. Wou je nog niet kwijt. Oh, Nelly van de Heuvel uit de klas. En daar komt daarna het zinnetje van mij. Hoe verliefd ik was toen het zomer was. En Rijk kon dat zinnetje eigenlijk niet goed zingen. Want het is zo gevoelig, weet je wel. En dan zong hij het zo. Oh, Nelly van de Heuvel uit de vierde klas. Hoe verliefd ik was. En waar we er niet zo bij betrokken zijn. En dat hoe verliefd ik was. Dan komt hij met je gezin. In mijn schoolagenda schreef ik 1000 maal je naam. Op mijn opgelapt bed. Rijk heeft bij mij best nog een plekje in mijn hart. Omdat hij, ja, jongen, een grote bek en zo'n klein hart. En hij was eigenlijk ook heel verlegen. In zo'n dorp als Giethoorn. Ja, wij waren toch die indringers uit het westen. En veel meer geld hadden we allemaal dan de bewoners. Dat zit toch allemaal een beetje kwaad bloed. Daar moet je toch heel voorzichtig mee omgaan. Nou, dat is niet aan Rijk besteed ergens voorzichtig mee omgaan. Dat kan hij niet. Mijn vader is vrij expressief en met een bepaalde humor. En in die hoedanigheid kom je er in Amsterdam wel mee weg. Ook niet altijd. Maar in Giethoorn helemaal niet. In Giethoorn-Noord, waar wij woonden, dat is het rustige gedeelte van Giethoorn. Daar was één café, Café Martha. Ik weet ook dat mijn vader, als hij een slokje op heeft, af en toe best wel lastig kan zijn. Hij was in het café. En hij kreeg onmin met twee jongelui. Uit Giethoorn? Uit Giethoorn. En die werden zo kwaad dat die hebben dezelfde nacht het rieten dak van zijn boerderij in brand gestoken. Als je s'nachts in je bedje ligt en je wordt in één keer gewekt. Want het hele achterhuis stond al heel licht te laaien. Dus ja, rennen. En toen zijn we naar buiten gerend. Ze hebben mij meegenomen. Hoe oud was je? 10. En we zijn bij de buren wezen afwachten. En die hele boerderij is afgebrand. Daar was niets meer van over. Echt helemaal plat. Hij had nog geen theelepeltje meer over. Hoe was Rijk er toen aan toe? Ja, heel beteuterd. Hij kan incasseren. Dus als hij iemand pest en hij krijgt dat terug, dan dat snapt hij. Maar om je huis en je vrouw en je kinderen en je kind en zijn vogeltje en zijn kat en zijn hond. Wat ik heel bewonderenswaardig vind van de Rijk, is zijn huis is tot de grond toe afgebrand. Dan zou ik denken, als ze me dat aandoen, dan wil ik hier niet langer wonen. Dan vind ik dat ook een beetje eng. Maar hij zei nee. Ik bouw het gewoon weer op. Dat vind ik ontzettend dapper. Dat had ik nooit gedaan. De boezemvrienden Rijk en Eelke schrijven in die jaren een wekelijks feuilleton voor het weekblad HP De Tijd. Met als titel De Belevenissen van Koos Stak. Een treurige, aan lager wal geraakte journalist. Alsjeblieft. Dank u wel, Peter. Bedankt. God zegen. Hoe zou jij de band omschrijven tussen Rijkengooier en jouw overleden man, Eelke de Jong? Het waren gabbers. Gabbers, ook in het kwaad, maar ook in het schrijven. Koolmezenpaar broeden in fietstas. Van onze speciale verslaggever. Ab Koude. Een koolmezenpaartje heeft 8 jongen grootgebracht in een fietstas van mevrouw Sleutelaar uit de Anavondelstraat Ab Koude. Wat hadden ze gemeenschappelijk, Eelke en Rijk? Een paar dingen, maar onder andere dat ze van zeer gereformeerde huizen komen. Dat bond ze enorm. Want zo bohemien als ze leven en zo bohemien als ze zijn,
en dat moeten ze al van kinds af aan geweest zijn, denk ik, hadden ze ook die... ze konden zo goed hun grenzen ook bepalen door die gereformeerde opvoeding. Ze gingen namelijk nooit net te ver, net niet. Tot aan de afgrond en dan niet verder. En ik denk dat die mooie gereformeerde opvoeding ze daarvoor moet. Ik zou niemand weten waarmee ik privé zo heb gelachen als met hem. Die man heeft een humor en die kan verhalen vertellen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Kijk, Rijk is niet iemand voor een groot publiek. Ik kan me niet voorstellen dat voor een zaal, voor een hele grote zaal, dan mist hij net... Hij heeft toch dat kleine groepje om hem heen. Hij moet toch oogcontact hebben of zoiets. Hè? Dan directe reacties, dan is hij op zijn best. Kijk, Rijk die heeft het oog voor tragiek in de mens. Die ziet ook, die kan een café binnenkomen, die ziet 30 man staan en... Die ziet dan ook in één oogopslag wie de foute sok aan heeft, of wie de foute broek aan heeft, te kort of te lang. Of waar iets anders mee aan de hand is. En dat kan hij dan ook nog in één zin gelijk zeggen. Een dodelijke zin. Ja, zit je nou lekker? Ja, neem er nog eentje. Ja, wie betaalt dat? Hè? Je wijf zeker. Afijn, zo heel gemeen. Na het voorgerecht wat afschuwelijk was, bleek het hoofdgerecht ook niet echt gelukt te zijn. En toen is hij echt zo verschrikkelijk tekeer gegaan. En dan kan je mij wegdragen. Dat vind ik helemaal geweldig. Het is dwars door die tent heen. Flikkert op en nu kom je nooit meer. En ja, een soort waanzinnige tiran wordt het dan bijna. Rijk is dus een geboren verteller. Die heeft een aantal verhalen. Ja, dat vertelt hij zo meesterlijk. Daar zit je echt aan zijn lippen gekluisterd. Wat prevaleert bij hem? Het verhaal of de feiten? Ja, hallo. Het verhaal natuurlijk. Wat hebben feiten nou te zoeken in een acteurswereld? Nee, het verhaal. Ben ik ook helemaal eens. Het verhaal, daar doe je het voor. Die feiten die lezen we wel in de krant. Dat is dan ook saai genoeg meestal. Hij heeft ook wel eens tegen mij gezegd van... Weet jij dat ik Anto Geesink in elkaar geslagen heb? Ja, dag. Ja, kijk maar in zijn biografie, daar staat het in. En inderdaad vertelde Geesink daarin dat hij door Rijk in elkaar geslagen was. Alleen Rijk vergat er dan bij te vertellen... Dat Rijk toen 20 was en Anto Geesink 6 of zoiets. Volgens mij is het een tik. Hij is dus de mens Rijk de Gooier, maar hij is altijd is die artiest. Dus hij wil altijd graag applaus in de belangstelling staan. Dat is het waarschijnlijk. Het hoogste woord. Hij heeft de neiging om dingen te zeggen die men niet behoort te zeggen. Uit dwarsigheid. Je ziet al eerder dat dus bij alle mensen die drinken... zie je de agressie opkomen. Je ziet ook de behoefte aan drank opkomen. Ja, hij maakt ook wel hele flauwe grappen. Ja. En er was een Joodse vrouw op de kring. Die had blote armen. Daar zag je dat kamnummer. En dan zegt hij, is dat je telefoonnummer? Dat vind ik wel een beetje... Het hele spel is, hoe ver gaan we? En dat is altijd vervelend als er één tussen zit die dan ineens uithaalt. Ken u die mop van die vent die ergens op een diner, als we onder de tafel duiken? Ja, de adrenaline is iets waar acteurs mee leven. Dat is ook heel belangrijk. En als je het niet kunt krijgen, dus niet cadeau krijgt, dan ga je het oproepen. Dat is wat acteurs het meest missen als ze ophouden met spelen. Dus heel veel van die acteurs, en ik
ken dat heel goed uit mijn hele omgeving, ook van mezelf. Gaan we provoceren. En Rijk provoceert in zijn omgeving. Man, wat doe je nou? Ben je soms een oester verloren? Zeg je nee? Ik zoek naar de oester van je vrouw. Daar is nergens bang voor. Ja, dat kan wel eens vervelend aflopen. Hoe vervelend? Vechten. Ja. Rijk die heeft wel van die fase van drankgebruik, dat waarvan de laatste niet de leukste van hem is. Dan wordt het echt een hele vervelende kwal eigenlijk. Camille, een heel klein kussentje geven en Kitty een heel klein beetje. Een mini. Een boek, een telefoonboek. Hier hoorde ik altijd van taxichauffeurs dat hij iedere avond om 3:30 op het Leidseplein werd aangetroffen, het verkeer regenend. Maar hij was wel iedere ochtend met min of meer doorlopen ogen, maar wel met geleerde tekst op de set. Een beetje belladonna in het oog en dan waren die ogen ook weer helder en dan spelen. Zodra de camera's op hem gericht werden, was hij helemaal erin. Geweldig professioneel. Stilte graag! Ik vind dat hij altijd wel heel erg professioneel, heel erg beroepsmatig, heel precies met zijn vak om is gegaan. Daarin vind ik hem heel erg ambitieus, ja. Camera, loopt. 10 seconden. Stilte graag! Meneer Bouwmeester, hoe was dat nou? Om op uw leeftijd nog ontdekt te worden? Ach, wat zal ik zeggen? Het is natuurlijk een hele belevenis. Denk je dat hij als acteur zijn ambities, zijn doelen heeft gehaald? Ja. Hij heeft geen internationale carrière, bijvoorbeeld. Nee, ik weet nog niet of hij dat heeft geambieerd, hoor. Dat weet ik niet. Maar hij heeft hier toch wel de mooiste rollen gespeeld. En ja, hier is hij een grote kikker in een kleine vijver. En ik weet niet of hij een kleine kikker in een grote vijver in Amerika of hij dat zou willen. Ik denk wel inmiddels dat Rijk veel moeizamer leeft, moeilijker leeft dan mensen denken. Je kan ook niet de hele dag bezig zijn met uitwijken uit problemen, bijvoorbeeld door drinken, bijvoorbeeld door grappen maken, als daar niet een dimensie onder zit. Ik heb het idee dat op het moment dat die deur thuis achter zich dichttrekt, dat hij toch echt een ander iemand is. Nou, misschien zelfs wel een melancholieke man, enigszins. Vind ik wel. Hij kon ook wel eens iets staarderigs over zich hebben. Iemand die even wegdrijft op gevoelens. Ik heb altijd heel erg fijn gevonden dat hij mijn vader was. Iemand waar je erg van, waar je erg op gesteld raakt. Maar als je dat tegen hem zegt, ja, doe niet zo. Dus dat weer niet zeggen dan. Rijk is een ruwe bos op blanke pit. He, dit zit ook maar zo'n klein hartje in, hoor. Het is een lieve man. Ik vind het ook een lieve man. Het is ook wel een etterbak, maar ook wel een lieve man. Als je nou zegt, waar is Rijk nou goed in? Dan is het uitwijken van verdriet, denk ik. Door grappen te maken. Dus de verhalenverteller, de grappenmaker, die zorgt ook dat de aandacht juist eigenlijk van hem afgeleid wordt. En het werkt feilloos. Het is geen grijze muis. Het is iemand met best wel veel contrasten. Dat vind ik, met wat hij toch geflikt heeft, ja, daar heb ik wel bewondering voor. Ik ben erg aanrakerig altijd. En bij Rijk heeft het heel lang geduurd voordat ik dat durfde, om echt gewoon mijn arm om me heen te slaan en zo. Ja, nu durf ik het even.